Welkom bij de eerste biocast van hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 heet Biologie overal. Natuurlijk zijn er weer bij hoofdstuk 1 een heel aantal leerdoelen. Je moet kunnen vertellen wat biodiversiteit is. Je moet kunnen uitleggen wat een ecosysteem is. Je moet abiotische factoren en biotische factoren en hun invloed kunnen benoemen. Je moet kunnen uitleggen wat een soort is. 6 levenskenmerken moet je kunnen noemen. En je moet kunnen uitleggen hoe de naamgeving van een soort gebeurt. Dat is nog niet alles, want je moet ook kunnen vertellen wat een populatie is, uitleggen hoe je organismen in rijken verdeelt. Je moet in voorbeelden kunnen noemen op welk organisatieniveau je kijkt. Je moet de verschillen tussen een beschrijvend en een experimenteel onderzoek kunnen benoemen. En je moet aangeven wat het belang van biologie is voor de samenleving en voor een beroep. Goed. Hoofdstuk 1.1. Hoofdstuk 1 bestaat uit 5 paragrafen. 1.1. Moeraseilanden en vetbollen. 1.2. Geef het beestje een naam. 1.3. Rijker dan je denkt. 1.4. Klein en groot. En tenslotte biologie voor jou. 1.1 heet, zoals je net zag, moeraseilanden en vetbollen. Je gaat dan kijken naar een stad. Maar in deze biocast heb ik het eerst over de algemene begrippen en dan kun je die zelf in de context van de stad plaatsen. Je kijkt hier naar een koraalrif en je ziet hier heel veel verschillende soorten. Dat betekent dat de biodiversiteit hier heel hoog is. Als we kijken naar landecosystemen, dan zie je de rode gebieden dat daar de soortenrijkdom heel hoog is. En daar zijn dus de omstandigheden zodanig dat er heel veel soorten kunnen leven. Je kijkt hier naar een ecosysteem. Dit gebied, daar leven planten, dieren, schimmels, bacteriën. En die hebben allemaal invloed op elkaar. Maar ook de zon, de lucht, het water heeft ook allemaal invloed op elkaar. En daarom is dit een ecosysteem. En zoals ik het net allemaal door elkaar opnoemde, in dit ecosysteem kijken we eerst naar de abiotische factoren. Dus de factoren die niet levend zijn. De zon met het licht, de atmosfeer, de temperatuur, de wind, de gassen, het water wat je daar ziet en de bodem. En die bodem kun je ook weer onderverdelen in een heleboel abiotische factoren. De voedingsstoffen die daarin zitten, het vocht in de bodem, al dat soort factoren zijn niet levend, maar hebben wel invloed op alle levende organismen in dat ecosysteem. De abiotische factoren, niet levend. En hier zie je de biotische factoren. De wolf, de paddenstoelen, de schimmels, de planten zie je, de bomen, wat ook planten zijn, het konijn, maar ook de bacteriën en de teek op de wolf. Dat zijn allemaal levende organismen en die hebben allemaal invloed op elkaar. Want onder de boom is geen zonlicht, dus dat betekent dat daar geen planten kunnen groeien. Het konijn die daar de paardenbloem eet, die heeft invloed op de paardenbloem. Dus ze beïnvloeden elkaar allemaal. Verschillende konijnen in dat gebied, die willen allemaal hetzelfde gras eten. Dus ook die hebben invloed op elkaar. Dat zijn de biotische factoren, want die leven immers. Hier zie je een voedselweb en daar wordt dat wat duidelijker in. Je ziet dat een heleboel soorten, konijnen, maar de eekhoorn, de vogels, die eten planten. Doordat die planten gegeten worden, komen er minder planten. Maar de dieren, het konijn, de eekhoorn, die worden ook weer gegeten door de vos en door de uil. Je kunt je voorstellen als een uil meer konijnen eet, dat dan de eekhoorn weer meer kans heeft om voedsel te vinden. Maar als die uil de konijnen eet, heeft de vos weer minder kans om konijnen te vinden. Dus al die organismen hebben invloed op elkaar. Dit is een voedselweb en daar maak je dat in duidelijk. Een ecosysteem kan gigantisch groot zijn, de hele oceaan. Of een heel oerwoud, zoals hier. Maar ook een enkele boom kun je als een ecosysteem zien. Kijk maar, want je ziet op deze boom dat daar in de bodem, daar kunnen bacteriën, wormen en schimmels leven. Omdat die boom daar in de buurt is. En al die
organismen die hebben invloed op elkaar. De vogels kunnen een nest maken in de boom, maar ze kunnen ook de insecten eten die op die boom voorkomen. Ze kunnen zelfs de bladeren of zaden van die boom eten. Kortom, één boom kun je ook al zien als een ecosysteem, want alle organismen hebben invloed op elkaar. Zo'n ecosysteem kan een gematigd ecosysteem zijn, waar dezelfde factoren heersen. Of het kan heel verschillend zijn. Deze woestijn, waar het zomers 40, 50, misschien wel 60 graden kan worden in de zon. En waar het 's nachts kan vriezen. Hier zijn de variabelen heel hoog. Dat betekent dat hier andere soorten voor kunnen komen dan in dit ecosysteem. In dit bos is het redelijk vochtig. Het wordt niet heel droog, ook niet heel vochtig. De temperatuur die wordt ook gedempt. Het is niet gigawarm in de zomer of overdag, maar ook niet heel erg koud 's nachts of in de winter. Dit ecosysteem, het veenweidelandschap, zoals dat in Zuid-Holland en Noord-Holland vindt, daar zijn de omstandigheden hetzelfde. Dus daar komen weinig soorten voor, en van die soorten dan wel heel veel. En dat zorgt ervoor dat de biodiversiteit laag is. In dit landschap, waar je heel veel verschillende omstandigheden hebt, in de luwte van een steen is het weer veel vochtiger dan aan de windkant. De zonkant, daar is het weer heel anders dan in de schaduwkant. Je hebt hoogteverschillen, daarmee vocht, verschillende bodem. Dus de biodiversiteit zal in dit landschap veel groter zijn. En elke soort heeft zijn eigen tolerantie ten opzichte van bijvoorbeeld temperatuur. Deze plant kan misschien wel voorkomen bij deze temperaturen. Terwijl deze plant deze temperatuur nodig heeft en deze kan alleen maar bij deze temperatuur groeien. Je ziet waar twee grafieken elkaar overlappen. Daar zou je alle twee de soorten kunnen vinden. Maar voor de rest vind je daar maar één soort. En dat is dus bepalend. En dat is wel interessant als je kijkt naar de stad. In een stad is het altijd heel wat warmer. Een graad warmer dan buiten de stad. En dat betekent dat er andere soorten voorkomen. En dit was weer het einde van de 1.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.